zo veel. Onthoud dat goed, hè? Ik onthoud het goed. Wat moet ik onthouden? Dat het over 1 week mijn verjaardag is. Ho, ho, ho. Stop. Als je dacht dat die... Naaltjes. En Valentijn... Vliegen het ook lekker vinden. Random waren... Bereid je dan maar voor op Pien. Ik kan toch iets gevaarlijks onder zitten? Pien wil nooit volwassen worden. Ik ben een slimme mens. Daarom leek het mij grappig om allemaal dingen te doen die alleen volwassenen doen. Tijd voor een borreltje. Borreltje? Maar Pien maakte de eigen plan. Ik ben Pien en ik zeg ja hoor. Dit wordt lachen. Hé, hey, wat doen grote mensen eigenlijk de hele dag? Slapen, kranten lezen, gaan skiën. En moeten mensen ook werken? Dat doen ze ook. Wanneer ben je een volwassen mens? Ja, ik word nooit een volwassen. Nooit? Ja, want kijk, ik had gewenst voor... Iemand had voor mij gewenst dat ik nooit een volwassen of dood ging. Want dat vind ik stom. Weet je wat mij een goed idee lijkt? Vandaag gaan we gewoon een aantal dingen doen die kleine mensen eigenlijk niet mogen doen, maar we gaan ze toch doen. Ja, maar ik wil niet gevaarlijke dingen, want dan ben ik dood. Zoals? Koken, vuur en bijvoorbeeld ook vallen op het hele... Bijvoorbeeld in een boom klimmen, dat is super gevaarlijk. Dit is mijn huis. Kom zeg. Maar je hebt alleen nog maar de gang gezien. Ja. Ik woon samen met iemand anders. Wat? Kijk maar, daar. Kijk maar achter je. Moet jij zelf even voorstellen. Het is heel aardig meisje, zij. Zeg maar hallo. Hallo. Hoe heet jij? Ik heet Pien. Pien. Ik ben Nina. Pien is Nina even aan het uitleggen hoe corona werkt. Dus je dacht dat je levels bereikt had. Ja. Dit is er niks bij. Pien kan er wat van. Ik zoek die katten. Katten? Ja. Vindt ze dit misschien leuk? Nee. Hey Pien, weet je wat grote mensen ook doen? Sporten, ja. Moeten we niet even sporten? Nee, hoeft niet. We moeten misschien eerst even een warming-up doen. Jij kan toch wel opdrukken? Oh, ja. Kan je opdrukken? Dan krijg ik wel tijgerkracht, hè? En superveel minkakracht. Ben je er klaar voor? En... Wojo! Wojo! Oh, ga ik opdrukken? Netjes. Ik weet niet of ik dat wel kan. Je moet gewoon... Je armen, je benen, je hoofd en je buik en je benen. Zo, en dan naar beneden. Ja, zo gaat het goed. Dat doet pijn, hè? Ja. Je kan beter stoppen. Hier is je broodje. Jij gaat nooit naar de Albert Heijn. Albert Heijn is toch een chille winkel? Nou, mijn mama heeft superveel eten van mijn geen poepwinkel gekocht. Maar ik ging niet mee, want dat was super vervelend. Je moest betalen en een beetje werken. Ja, dat moeten grote mensen doen. Die moeten dat. Ik ga nooit betalen. Maar ik heb wel lekkere, warme geld in mijn zak. Geld in je zak? Ja, ik heb het stiekem gestolen van mijn papa. Ben je boef? Ja, ik heb van mijn ouders super veel geld gestolen toen ik dat was. Pien. Hallo. Weet jij wat tinderen betekent? Nee. Daten. Daten? Op het telefoon. Dit is Tinder. Kijk, dit is mijn profiel. Maar we moeten even foto's maken van mij. Anders weten die meisjes niet hoe ik eruit zie. Maar ze moeten ook zien of ik leuk ben. Ook een foto van ons samen maken, denk ik. Ik doe altijd dit. Ik doe nu dit. Doe je deze misschien op? Oké, okay, ja, doe maar. Je ziet er wachtrijd. Kijk, gaan we nu een foto maken, ja? Voor al die chickies op Tinder. Dit is mijn allerblijste dag. Ja! Ik was heel blij. Ja. Ben je tevreden over de foto's? Tevreden? Oh, bedoel je zo? Gewoon zo? Ja. Oké, Pien, het is heel simpel. Ik geef jou de telefoon en dan kan je of, als je het een leuk meisje vindt, op het hartje klikken. Of als je het niet leuk vindt, op het kruisje. Simone. Hey! Weet je wat dit betekent? Nee. Dat deze persoon vindt mij ook leuk. Is dit jouw zusje? Nee. Wat moet ik typen? Hallo, lief meisje. Hallo, lief meisje. Zo, hoppa. Julia. Zo. Oh, we hebben geen super likes meer. Floor. Weet je hoe mannen dit noemen? Een lekker wijf. Katelijn. Katelijn. Is ook een lekker wijf. Ik haat haar. Toons. Oh. Blootje. Oh, we hebben geen like meer. Je kunt het toch stoppen? Het is nog steeds weekend en dat betekent natuurlijk dat we een borreltje mogen drinken. En aangezien Pien gewoon vandaag even een volwassen is... Ik dacht even voor een half...
volwassenen. Vandaag ben je even volwassen. Tijd voor een borreltje. Borreltje? Kijk. Vind ik dat lekker? Je moet even ruiken of je het lekker vindt. Oké. Het ruikt gewoon naar bier. Bier? Ja. Vind je niet lekker ruiken? Gaan we gewoon een frisje drinken. Van die bubbels. Ja. Kan je dat drinken? Dit is echt een groot mensenglas. Ik wil wiebelig. Kijk of je het lekker vindt, ja? Zit er prik in? Er zit er wel een beetje prik in, ja. Is het lekker? Een beetje. Weet je wat leuk is aan volwassen zijn? Mag je zelf bepalen wat je allemaal in die bek van je stopt. We kunnen ook iets doen met dit. Ben je nou gebleven? Ik ben er gewoon helemaal kwijt, joh. Wat ben jij nou? Wat ben je nou? Oh, joh! Ik was je kwijt, joh! Hé, hey. Auw! Oh, hé, hey, doe rustig, joh! Hey. Oh. Doe rustig, joh, mafkees! Wat wil je hiermee doen? Ja, maar ik heb geen spullen voor de taart. Boterham? Gaan we een broodje met dit? Gaan we proberen. Oké. Okay. Nou ja, prima joh. Broodje. Perfect. We moeten ook zorgen. Wat zeg je? Wat zeg je? Waarom doe je dat, Stuffert? Ik heb ook even geduld op. Maar ik ook hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja! Hallo, ik ben Pien en ik zeg ja hoor. Gast. Nee, jij bent Kalfijn. Nee, jij bent Pien. Ik ben Pien. Ik ben Pien. Nee. En ik zeg de hele dag, ja hoor! Oké, kom, we gaan een broodje maken. Weet je wat gewoon wel relaxed is aan volwassen zijn? Je mag dit gewoon allemaal doen, joh. Hallo? Wat is er toch met kinderen die het doen alsof ze dood zijn? Wat doe je nou, joh? Toch aan het muur! Wat doe je nou, joh? Waar heb ik nou wat misgelaten, joh? Oeh, ik heb een goed idee. Wat gaan we maken? Pukkakes! Welkom bij Dr. Edgar. Vandaag gaan we pukkakes maken. En van wie gaan we dat lenen? Van je zus. Maar ik heb helemaal geen zus. Ze is bij de Albert Heijn iets aan het kopen. Nee, maar dat is mijn vriendin. Die van harte welkom is bij ons op werk. Pien, ik weet niet wat ik met jou aan moet. Ja? Weet je wat leuk is? Nee. Als je volwassen bent, mag je alles kopen wat je wilt. Mag ik dan de Albert Heijn kopen? De hele Albert Heijn kopen? Ja. Dat is iets te duur, denk ik. Als je alles mocht kopen wat je kon kopen, wat zou je dan kopen? Super veel snoep. Zullen wij gewoon even naar de snoep gaan? Naar de supermarkt? Ja. Papa! Oh, je bent onderweg. Jij mag alles in de kar gooien. Daar heb je nul spijt van. Kiezen. Vind je niet een beetje veel? Waarom doe ik dit ook? Oké, nu houden we op. Weet je wel hoeveel dit kost? Nee. Nee, want jij hebt niet betaald. We hebben niet betaald. Jawel, ik hè. Oh ja! Dit kostte gewoon 100 euro, Pien. Hoef nooit meer te kopen, want we hebben superveel gekocht. Zie je niet dat blauwe deeg of zo? Jawel, dus ik zie hem. Kan toch iets gevaarlijks onder zitten? Jij dan? Jij zit op een level. Het is fantastisch. Wat moet ik allemaal met dit vreten? We gaan we eten stoppen. We gaan het rest laten liggen. En weet je wat corona is? Zeg het eens. Corona woont in een heel groot planeet. En dat is super gevaarlijk. Als je daarheen gaat met een raket. Echt? Met een hele grote draakleger en drakenmensen. Oh, yo! Maar ze is ook een draak met 4 poten. Hoe weet jij dat nou? Nou, ik ben een slimme mens. Ik dacht dat corona een virus was. Maar wat kunnen we dan niet gewoon tegen corona zeggen? Yo, corona, oprotten! Dat wil hij niet. Hij wil mij terugvangen om een hele groot, heel groot, heel groot mens van mij te maken. In een dier veranderen. Dus ging je weer weg van de planeet. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik had allemaal grootse plannen met deze dame. En niks van gelukt. Nou, oké. Wel een paar, maar deze meid is gewoon zo fucking eigenwijs. Ik laat deze dame gewoon lekker haar eigen ding doen. Mijn hele auto ligt vol met snoep. Ik weet niet wat ik daarmee ga doen. Ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen aan die ouders. Maar dat maakt niet uit. Ik ben ook alweer kwijt. Pien, waar ben je? Hé! Hey! Wil je even stoppen?
Ja. Nou, van alle snoepjes die je had, welke heb je uitgekozen om nu op te eten? Deze chocolade. Wow! Zijn ze niet lekker? Nou ja, dan kun je maar op een manier achterkomen. Jij mag deze. Nou, zal ik even voorproeven? Lekker. Hoe dit is, koud lekker. Er zit alcohol in. Alcohol? Oh, doe maar. Laat me liggen. Doe maar niet. Laten we een ander snoepje pakken. Maar deze vind ik lekker. Dat is niet voor kinderen. Wie hou jij van vogels? Er zijn allemaal vogels hier en eendjes, maar die krijgen weinig eten. Oh, ze kunnen niet meer zwemmen door dat al ijs. Laten we ze voeren. Maar ik wil niet mee. Je hebt geen keus. Oké, we hebben een aantal dingen. We hebben hier dus andijvie, dat schijnen ze fucking chill te vinden. Maar het is ook mais. Pintje, ik heb hier een zak mais voor je. Ik moet het gewoon hier doen, kijk zo. Doe maar, mag ik gewoon de hele zak pakken? Gooi maar gewoon uit. Goed zo. Gewoon lekker uitstrooien. Nou, die eenden kunnen denk ik 3 weken eten. Ik wil hele grote stukken sla. Ja, die ga je allemaal eens geven. Jee! Heb je, vond je nou gezellig vandaag? Nee. Oh, kut. Zei je daar? Ik vroeg of jij het gezellig vond. Ik zei ja. Nee, je zei nee. Nee, ja. Je zei nee. Ja, zei nee. Je. Ja. Wow. Jij bent echt een cheetah, hè? Oh, joh, moet je kijken. Kijk hier. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!